Even videobellen met al die persoonlijke troep en afleidingen op de achtergrond, dat kan echt niet meer. En vaak het enige wat je hoeft te doen is even rondkijken in de ruimte die je hebt en zoek even een hoek of een plek met de minste afleiding op de achtergrond. Heb je nou niet zo'n rustig plekje in je eigen huis, dan kun je vaak ook je achtergrond wazig maken of zelfs helemaal vervangen. Als je met Skype belt op je computer, dan kun je de achtergrond wazig maken. Ga naar je instellingen, naar audio, video en kies dan vervagen. Met onder andere Zoom en Skype kun je een virtuele on-brand achtergrond maken. Ga zitten voor een wand of kleed met één egale kleur. Dit kan uiteraard ook gedeeltelijk zijn. In Zoom ga je links onder jouw video naar Choose a Virtual Background. Kies dan de bestaande achtergrond of importeer je eigen on-brand afbeelding. Maar goed, niet iedereen heeft een blauw of groen kleed in huis liggen of zit erop te wachten om een wandje helemaal te verven. Je kunt ook een wandje kopen. Een uitrolbare Skype-wand is een professionele, kant-en-klare en on-brand oplossing. Voor meer videotips weet je ons te vinden op fv.nu/video.